Hallo, hierbij laat ik zien hoe je heel snel en eenvoudig een fotoalbum in PowerPoint kunt maken. Daarvoor ga je naar het tabblad invoegen. Fotoalbum, nieuw fotoalbum. Kies bestand schijf. Ga je dit selecteren. Invoegen. Dan kun je dit nog aanpassen tot vier afbeeldingen bijvoorbeeld. Ik kies voor deze. Hier heb je nog opties voor afbeeldingen. Bijschriften onder alle afbeeldingen betekent dat de naam, de bestandsnaam, onder de afbeeldingen komt te staan. Dus 40 bottlenose dolphin komt onder de foto te staan. En dan kies je maken. Nou is dit allemaal erg zwart. Je kunt het heel eenvoudig aanpassen door te gaan naar ontwerpen en dan heb je hier allemaal verschillende kleurtjes. En als je dan hierop klikt, heb je nog wat opties. En ik vind deze wel geinig. Dan heb je hier nog variaties op dit thema. Ik kies voor blauw. Dan kun je tot slot nog een afbeelding hierin zetten. Ik kies hier een foto. En vervolgens staat hij er op de achtergrond. Als je vervolgens met het kruisje hieruit gaat, dan blijft het alleen op deze bladzijde. Maar als je kiest voor overal toepassen, dan komt de foto overal. En als je dat niet wilt, dan ga je met het kruisje hieruit. Dat is alles. Zo doe je dat.